Mijn naam is Simon Portugieswart, maar dat... en ik ben sterrenkundige in Leiden aan de universiteit. En ik werk met computers en aan de sterrenkunde. En dat is leuk. Want er zijn heel veel dingen... De ruimte is heel groot natuurlijk. Er zijn heel veel fysische processen aan de hand aan de gang in de sterrenkunde. En die kan je niet in het laboratorium doen. Dus ik kan niet een zwart gat in mijn laboratorium maken. Ik kan niet sterren in mijn laboratorium maken. We hebben geen kamer waar je heel hoge energetische deeltjes op elkaar kan laten botsen. Al dat soort dingen... sterren die je ten opzichte van elkaar laat bewegen met de natuurwetten. Maar we kennen wel de natuurkunde voor een heel groot deel. Niet helemaal, maar voor een deel kennen we de natuurkunde. Dus als je de natuurkunde kan formuleren met wiskunde, dan kan je die in de computer stoppen door de computer te programmeren. En dan kan je je experimenten niet in een laboratorium doen, maar op een computer doen. En de vraag is natuurlijk dan meteen, als je het dan in een computer doet, dan heb je wel zelf dat programma geschreven, zeg maar, om die natuurkunde uit te rekenen. Hoe weet je dan dat dat goed is? Ja, dat moet je natuurlijk testen en dat moet gecontroleerd worden. En dat test je nog een keer en dan bouw je de code op een andere manier en nog een keertje. En soms schrijf je zo'n code wel 10 keer, voordat je ervan overtuigd bent dat wat je uitrekent correct is. Dus jij zegt eigenlijk juist dat gegeven dat wij eigenlijk niet in een laboratorium een stukje van een werkelijkheid kunnen nabootsen. Dat is een van de dingen wat het jou zo boeiend maakt. Ja, het is boeiend om dat te doen, maar het is ook een mogelijkheid om dingen te doen die je in de natuur niet kan doen. Ik kan bijvoorbeeld een zwart gat nemen en ik neem een ander zwart gat en ik laat ze op elkaar botsen en dan kijken wat er gebeurt. Ja. Nou, in de ruimte moet je dan wachten totdat er toevallig 2 zwarte gaten op elkaar botsen. En dan moet je toevallig ook nog je telescoop opgericht hebben en de juiste golflengte, et cetera. Ja. Dus je hebt veel meer controle over je experiment. Oké. Okay. Hey, en hoe ben je in eerste instantie tot de sterrenkunde gekomen? Ja, ik was vanaf kind aan al geïnteresseerd in sterrenkunde. Of eigenlijk geïnteresseerd in gecompliceerde dingen. Als het maar moeilijk genoeg was, dan vond ik het altijd wel leuk. En sterrenkunde, daarvan zei iedereen altijd, dat is het moeilijkste wat je kan doen. Dus ik dacht, nou, dat ga ik maar eens doen dan. Ja. Zo is het een beetje gekomen. En bleek het inderdaad bleek het moeilijkste wat je kon doen? Ja, ik weet niet of het moeilijkste is wat je kan doen. Volgens mij zijn er van allerlei dingen die je zo moeilijk kan maken als je het zelf wil. Want het is meer je eigen grens dan de grens van wat er waar de werkelijkheid zit. Maar het is soms wel aardig pittig, ja. Ja. Hey, je hebt een aantal filmpjes en plaatjes meegenomen. Misschien kun je ons even aan de hand van dat beeldmateriaal even een idee geven van de dingen die je doet. Ja, dat is goed. Zoals we beginnen, Peter, misschien met het eerste wat je klaar hebt staan. Ja, dit is een waargenomen, ik noem het een sterrenhoop, maar een sterrenkundige die gas en stof bestudeert, die noemt het waarschijnlijk een gaswolk. En iedereen die ziet zo'n plaatje op zijn eigen manier. Dit is R136, dat is een sterrenhoop, voor mij een sterrenhoop, in de grote Magellaanse wolk. Dat is eigenlijk in onze astronomische achtertuin, zou je kunnen zeggen. Bestaat uit ongeveer 100.000 sterren die allemaal om elkaar heen bewegen. En die zijn net gevormd, die zijn piepjong. Dus een soort babyfoto van een groep sterren. En wat je eromheen ziet is het gas waar ze uit geboren zijn. Dus je ziet dat paarse spul of dat bruine spul. Ja. Dat is het gas. En die sterren die zijn daar net uit geboren. Die zijn blauw, want die zijn ontzettend heet. En dat maakt ze blauw. En die blazen dat gas weg. En een van de dingen waar we in geïnteresseerd zijn is hoe bewegen die sterren ten opzichte van elkaar. Want dat proces waarop die sterren sterren vormen uit dat gas en dat gas wegblazen, dat speelt zich af op een tijdschaal van ongeveer 10 miljoen jaar. Dus op zich is dat heel kort voor sterrenkundigen. Maar voor de fysische processen daar is het natuurlijk best wel lang. Ja. En wat wij geïnteresseerd zijn, een van de dingen waar we in geïnteresseerd zijn, is hoe doen die sterren dat? Hoe blazen die dat gas weg? En daar ben je geïnteresseerd. Maar goed, hoe kom je aan het antwoord? Nou, ik kom aan het antwoord hopelijk door... Ik weet niet of ik aan het antwoord kom, maar ik kom aan het antwoord hopelijk door het uit te rekenen. Dus ik kan de beweging van het gas, de hydrodynamica, de vorming van sterren, de evolutie van sterren en het oplossen van de bewegingsvergelijkingen, dus Newton feitelijk, kan ik allemaal programmeren in de computer. En daarmee kan ik al die... Dan kan ik het oplossen eigenlijk, dan kan ik het uitrekenen. Ja. En dan kan je het uitrekenen, dan kan je natuurlijk plaatjes van maken. Maar eigenlijk het interessantste zijn eigenlijk gewoon de getallen. En dit is, we hebben hier een plaatje voor staan. Is dit waar jullie dit mee doen? Ja, dit is een computer die we zelf gebouwd hebben op basis van spelletjeskaarten. En dat hebben we gedaan met spelletjeskaarten, die kosten natuurlijk heel weinig. Je gaat naar de winkel en je koopt een spelletjeskaart voor 200-300 euro. Ja. Als je die nou een paar van in een pc stopt, die is ook niet zo duur. Dan kan je door ze aan elkaar te koppelen, kan je een hele krachtige computer maken. Waar je heel goed rekenwerk op kan doen.
En spelletjeskaarten zijn er erg geschikt voor, want spelletjesmakers die willen graag fysica in hun kaarten hebben. En spelletjeskaarten die werken met pixels op een scherm. Dus dat hebben x- en y-coördinaten en soms ook een z-coördinaat. En die hebben een transparantie en een lichtkracht. Dat is zeg maar zoals je het beeld codeert. Ja. Nou, in de zwaartekracht heb je een x, y en een z-coördinaat. Gewoon de ruimte, zeg maar. Je hebt een lichtkracht en je hebt de zwaartekracht. Dus eigenlijk doe je precies hetzelfde. Dus het enige wat wij gedaan hebben is gewoon die zwaartekracht programmeren in die spelletjeskaarten. En dan kun je die spelletjeskaarten gebruiken om te rekenen. Fascinerend. Dus je hebt eigenlijk gewoon een consumentenproduct wat je slim gebruikt. Ja, het is inderdaad gewoon, we gaan gewoon naar de winkel en letterlijk kopen gewoon, alleen we kopen dus 24 dozen. Ja. Dus die winkelier is heel blij als we dat doen. En we zetten het in elkaar. Ja, hey, en nou goed, dan heb je daar die stapels staan. Is zo'n voorbeeld als daar staat, is dat genoeg om de dingen te kunnen doen die jij wil doen? Tot op zekere hoogte wel. Want we moeten natuurlijk, nadat je de hardware gebouwd hebt, moet je natuurlijk nog de software schrijven. Dus je moet ook de code schrijven om het allemaal uit te rekenen. En dat gaat op verschillende niveaus. Dus je moet de grafische kaarten aansturen, je moet de PC aansturen, je moet zorgen dat het allemaal netjes samenwerkt. En je moet de fysica natuurlijk netjes oplossen. En dan de data wegschrijven en dat dan daar iets mee doen verder. Hè? Het mijnen van de data, het ontginnen van de data. En is het afdoende? Nou, uiteindelijk natuurlijk nooit. De computer is natuurlijk nooit snel genoeg. Ja. En over 5 jaar heb je dit soort apparaat op je telefoon zitten. En dan zijn we ook gelukkig, zeg maar. Maar dus dan wil je grotere computers hebben. Ja. Even kijken, want je had wat meer beelden klaarstaan. We lopen gewoon even het rijtje langs. Ja, dit is een van de berekeningen die we gedaan hebben. Dat is een enkele ster. Helemaal in zijn uppie. En die ster die is helemaal geëvolueerd. Die is zelfs de zon, zeg maar, is een middelbare leeftijdster. En die ster die is steeds ouder geworden en ouder geworden. Hij is wat zwaarder dan de zon in dit geval. En op een gegeven moment stort de binnenkant van de ster in elkaar naar een zwart gat. En de buitenlagen van die ster die worden weggeblazen. En wat we hier gesimuleerd hebben is dus hoe die ster ontploft eigenlijk. En dat doen we met een enkele ster. Dus het is een, qua grootte is het ongeveer 300.000, misschien 1 miljoen kilometer, zeg maar, een afmeting. Dat is ongeveer de schaal waar we naar kijken. En die ster klapt uit elkaar. En het gas van die ster, dat wordt dus teruggegeven aan het interstellair medium. En op de plaats van de ster komt een zwart gat te zitten. Ja. Hey, jij zei eerder, goed, wat wij aan het doen zijn, we simuleren die werkelijkheid. En hoe controleren jullie, wat zijn daarna zeg maar je controlemechanismen? Of zijn je collega's dat, die zeggen dat deze simulatie, wij denken ook dat het zo werkt? Ja, als je het goed doet, dan denken je collega's dat het niet zo werkt. Ja. En dan maak je, dat is wetenschap, zeg maar. Hè? Dan moet je zeggen dat het anders werkt. En dan hoop je dat jij uiteindelijk gelijk krijgt en dat zij ongelijk hebben. Maar het is heel moeilijk om dat te controleren. Dus wat je doet, je vergelijkt het met waarnemingen. Je doet voorspellingen. Als er voorspellingen uitkomen, dan heb je iets goed gedaan. Over het algemeen. En je controleert natuurlijk je code en je controleert hem opnieuw en je controleert hem op bestaande problemen. Je controleert hem op berekeningen die je met de hand kan uitrekenen. Je controleert hem met andere codes op andere computers. Dus je bent continu bezig met het checken van je resultaten. Ja. Hey, wat zijn de momenten als je met dit soort dingen bezig bent dat je denkt van, ja, we hebben een stap gezet of we hebben iets gedaan, iets nagemaakt of iets gesimuleerd wat we hiervoor niet hadden. Wat zijn de momenten? Ja, dat zijn momenten inderdaad. Er komt soms in onderzoek een moment dat je denkt, dit is nieuw. Dit heb ik nog nooit gehoord. Hier heb ik nog nooit iets over gehoord. Dit is helemaal hartstikke nieuw. En dan is het een soort ei wat gelegd moet worden. Dus wat je dan doet, tegenwoordig kijk ik dan lief mijn vrouw aan en zeg ik van, schat, het is weer zover. Dan weet ze dat er 3 weken eenzame opsluiting volgt en dan wordt dat ei gelegd, zeg maar. En dat zijn de leuke momenten van de wetenschap. Dus dan ben je 3 dagen, soms gebeurt het heel snel, maar soms duurt het ook wel wat langer. En dan schrijf je daar een artikel over en dan stuur je dat naar een toptijdschrift. En dan wordt dat gelezen door collega's. En die zeggen dan van, ja, dat kan wel zoveel zeggen. Ik bedoel, we hebben het ook wel eens uitgerekend, maar daar klopt niks van. Of ze zeggen van, nou, we zijn enthousiast over, dit moet gepubliceerd worden. Ja, boeiend. We hadden volgens mij, even kijken, nog een voorbeeld staan van. Ja, want wat we net zagen is dus een enkele ster die ontploft. Ja. Als je nou niet 1 ster hebt, maar je neemt 1000 sterren, zoals je hier ziet, dan zijn dat, al die sterren hebben verschillende massa, die hebben verschillende karakteristieken. En sommige sterren ontploffen, dat zijn die gele ballen die je ziet, zeg maar, en die verdwijnen dan. Want die zwarte gaten, die zijn zwart en de achtergrond hier is ook zwart, dus die zie je niet.
Maar die sterren die evolueren precies op de manier zoals in dat vorige filmpje. Maar nu heb je er 1000 tegelijk. Dus wat je net met 1 ster kon doen, en je kan het bijvoorbeeld op een pc uitrekenen. Voor een berekening die je net zag, heb je zo'n computer nodig als die we in Leiden gebouwd hebben. En die computer, als je nog even proberen om dat zeg maar fysiek voorstelbaar voor mij te maken. Hoeveel gamers kunnen eigenlijk kunnen spelen met wat jullie daar hebben staan? Hoeveel van die? Het is ongeveer het rekenwerk van 100 gamers tegelijk. Ja. Dus je bent 100 spelletjespelers en dan doen wij 1 berekening van 1 sterhoopje. Ja. Ja. En die berekening, en hoe lang doe je over een berekening? Nou, dat scheelt tussen het liefst zo kort mogelijk. Ja. Maar sommige berekeningen kunnen wel 3 maanden duren. Of wel langer zelfs. Maar mijn geduld raakt meestal op na een maand of 3. Ja, dan ben ik wel klaar, zeg maar, ermee. Ja. Dan zijn er weer andere dingen die gedaan moeten worden. Ja. Hey, en heb je dan diezelfde onnauwkeurigheid? Dat verbaast mij altijd zo op mijn gewone computer. En dan staat er altijd, eerst staat er dan, duurt nog 180 minuten. Dan duurt het ineens keer weer 7 minuten. Dat is een heel persoonlijk privéprobleem. Dat ik altijd denk, ik ben van een computer, verwacht ik dat die nauwkeurig is. Weet jij aan het begin inderdaad hoe lang het gaat duren? Nee, eigenlijk niet. Het is een hele goede opmerking. Nee, soms niet. En soms beginnen we gewoon aan de berekening en dan denken we, ja, dit wordt hopeloos. Dit gaat 20 jaar duren of zo. Dus ja, dan moeten we stoppen en dan moeten we iets anders gaan verzinnen. Of we moeten de code verbeteren of een snellere computer kopen of zoeken. Maar soms hebben we ook mazzel en dan begin je te rekenen en dan heb je uitgerekend dat het ongeveer 2 maanden gaat duren. Maar dan ben je na een week denk je van, hij is eigenlijk al halverwege en dan gaat het goed. Ja, ja en heb je daar een verklaring voor? Ja, dat heb ik wel verklaard. Want uiteindelijk ga je natuurlijk terugkijken naar de data. Wat is er nou gebeurd? Wat is er aan de hand? En je probeert van tevoren in te schatten hoeveel rekenwerk het is. Dus je hebt daar wel degelijk natuurlijk een idee van wat er dan gebeurd is. En bijvoorbeeld wat er kan gebeuren is dat er zo'n sterrenhoop zoals je net zag. Je ziet daar eerst allemaal klontjes van sterren, zeg maar. Die samenkomen. Als die sterren samenkomen, dan wordt het heel duur rekenen. Dus dan moet je veel harder. Dus dan gaat de berekening veel langzamer eigenlijk. Ja. Dat is gevolg, want je computer wordt niet sneller. Maar op een gegeven moment valt die sterrenhoop dan weer uit elkaar. Dan zijn die sterren weer verder uit elkaar. Dan gaat de berekening weer een stuk sneller. Ja. En dat kan je niet voorspellen, want dat is juist wat je wil onderzoeken. Want wat gebeurt er met zo'n sterrenhoop? Ja. Dus je kan het ook niet voorspellen. Nee. Hey, wat je zegt, hè? Het begrijpen is wat je aan het doen bent, hè? Uiteindelijk. Hoeveel begrijpen we inmiddels van die grote wereld om ons heen? Het is heel moeilijk om in een fractie uit te drukken. Want uiteindelijk, als je alles begrijpen 1 noemt en niks begrijpen 0, dan denk ik dat we nog dicht bij de 0 zitten. Ja. Maar het hangt vanaf van het detail eigenlijk wat je begrijpt. Je hebt het net zoiets als dat je, als je naar een ster kijkt, als de zon, op de zon zijn er hele andere problemen die we niet begrijpen dan als je naar een andere ster kijkt. En de problemen die we bij bijvoorbeeld een andere ster niet begrijpen is hoe hard roteert die bijvoorbeeld. Nou, bij de zon, je kijkt naar de zon en je ziet hoe hard die roteert. Maar als je naar de zon kijkt, dan kijk je bijvoorbeeld naar vlammen die erop gebeurt, magnetische velden die interageren met elektromagnetische deeltjes. En dat kunnen we bij die andere sterren niet zien. Dus de vraag die je stelt en de complexheid waar je mee te maken heeft te maken met hoeveel weet je van het object. En hoe meer je ervan weet, hoe subtieler de vragen worden. Ja. Dus het is eigenlijk niet te zeggen welke fractie wij nou begrijpen van de wereld om ons heen, denk ik. Ja. Even kijken, we hadden nog meer staan. Dit was weer een... Ja, als je die berekening van net hebt. Hè, eerst hadden we een enkele ster die ontploft. Dat kunnen we uitrekenen. Kan je op een pc uitrekenen. Dan heb je die sterrenhoop met 1000 sterren die allemaal ontploffen. Dat kan je op een supercomputer uitrekenen. Die je bijvoorbeeld zelf in je schuurtje kan bouwen. Het kost ongeveer zoveel als een huis, zo'n computer. Een klein huis. Als je nou heel ambitieus bent, dan wil je misschien een sterrenstelsel nabootsen. Zoals wat je net zag, was de 2 sterrenstelsels die met elkaar in botsing komen. En dat kunnen we ook uitrekenen. En de berekening die we net zagen, die ene ster is 1 ster in dat tweede filmpje, zeg maar. Dat tweede filmpje waren 1000 sterren. Die 1000 sterren, dat is in de foto van net, is dat ongeveer 1 pixel. He, dat is 1 klein objectje. Dus die hele sterren, dat melkwegstelsel wat we daar zagen, of 2 botsende melkwegstelsels, dat bestaat helemaal uit klontjes van sterrenhopen die weer bestaan uit individuele sterren. Dus dan heb je over 100 miljard sterren die allemaal samenwerken, allemaal evolueren, allemaal een deel ervan ontploffen of doen andere dingen, maar allemaal samenwerken. En dat kun je ook uitrekenen, maar dan heb je natuurlijk weer een heel verschrikkelijk veel grotere computer voor nodig. Dat kun je niet meer in je achtertuin bouwen, maar dat kun je bijvoorbeeld op een nationale supercomputer uitrekenen, als je daar tijd op krijgt.
Ja, want dat is het. Dus de schaarste is dus dit. Er zijn wel hele, die hele krachtige computers zijn er volgens mij. Ik denk dat je ook daar de foto van had. Om er een beetje een beeld bij te krijgen wat er gebeurt. Als je, wat je wel niet nodig hebt om die dingen uit te rekenen. En met z'n allen moet je vechten om de tijd van die. Mogen wij die computer gebruiken? Ja, er zijn is ongeveer een tiende van de tijd die op zo'n computer beschikbaar is. Kan je. Is 1 op 10 van de voorstellen, zeg maar, die ingediend worden, die worden gehonoreerd. Ja, en ik zie hier een voorbeeld. Hè. Dat ziet er als een mooi kleurrijk plaatje uit. Maar kun je een beetje beschrijven wat hoe groot dit is? Ja, dit is de supercomputer, de Titan. Die staat in Amerika. Dus de sterrenhoop, de enkele ster die we uitrekenen, dat kan je op 1 grafische kaart doen. Zo'n sterrenhoopje uitrekenen met 1000 sterren kan je op zo'n computer zoals we in Leiden hebben, met 100 grafische kaarten uitrekenen. Hier heb je 10.000 grafische kaarten, die allemaal in dozen staan eigenlijk. Iedere doos is een soort PC. Iedere PC bestaat uit 16 rekenkernen en 1 grafische kaart. En die stapelen ze gewoon op. En dan hebben ze een sporthal vol met van dit soort dozen. Dus je hebt een sporthal met 18.000 grafische kaarten en 300.000 cores. En dat is het soort computer waar je mee kan rekenen, hè, als je er tijd op krijgt. En daar moet je ook codes voor schrijven. Dus je kan oefenen op een PC. Hoe schrijf ik nou zo'n code voor een enkele PC? Dan bouw je je eigen doos, je eigen computer, en dan kan je leren van, zo kan je dat schalen. Zo kan je dat opschalen naar van 1 core naar bijvoorbeeld 1000 cores. En dan schaal je het op naar 10.000 of 100.000 cores als je naar zo'n supercomputer gaat. Ja, want even voor als ik het probeer te begrijpen. Iets uitrekenen bestaat zeg maar uit verschillende elementen. Die kun je uit elkaar trekken van allerlei dingen die je moet uit. En dan kan jij zeggen van, ik verwijs die opdracht eigenlijk naar verschillende delen van, of naar verschillende elementen van die grote supercomputers. Ja, dus moet ik me zo dat voorstellen? Zo moet je het voorstellen. Als je bijvoorbeeld zo'n sterrenstelsel hebt met 100.000 sterren of 100 miljard sterren, zeg maar, dan kan je iedere core kan je een paar sterren geven en dan zegt, reken jij nou maar de evolutie van die ster uit. En jij rekent de evolutie van die ster uit. En jij rekent de zwaartekracht tussen die sterren uit. Maar die moeten natuurlijk wel communiceren af en toe. Dus al die cores die moeten met elkaar praten en ze moeten allemaal hun eigen werk doen. Ja, dus alleen die deskundigheid is alleen enorm. En als je hem af en toe maar mag gebruiken, dan moet je er zit ontzettend veel voorbereidingstijd in, neem ik aan. Als je even tijdelijk die computer mag inzetten. Ja, de voorbereidingstijd voor zo'n berekening is 1 à 2 jaar. En het nadeel is, die computers die zijn snel, hè, die zijn vers, zeg maar. Die staan voor 3 jaar. 4 jaar misschien. Ja. Dus op het moment dat zo'n computer gebouwd wordt, met name Titan, hè, die bestaat nu 2 jaar. Twee jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van de code om erop te runnen. En volgend jaar wordt die computer afgedankt. Dus wij moeten tussen nu en volgend jaar moeten we onze berekening kunnen doen. We moeten tijd krijgen op die machine, anders dan wordt die computer afgedankt. Dan hebben we een code geschreven voor de computer die al afgedankt is. Ja, daar hebben we natuurlijk niks aan. Dus de omslagtijd voor dit soort werk is heel groot. Ja, maar hoe gaat dat in zijn werk? Jij moet je dan, je doet een voorstel natuurlijk. Er is geld voor nodig, neem ik aan. Budget voor. En is er dan een commissie die zegt van, we vinden dit onderzoek belangrijker dan dat onderzoek? Of is het simpelweg een geldkwestie? Nee, het is een kwestie inderdaad van, werkt de code? Kan je laten zien dat die werkt? Geeft hij de goede natuurkunde? Dus doet hij de juiste opdracht? Werkt het op zo'n grote computer? Want dat is ook nog niet zo vanzelfsprekend. En is het probleem wat je ermee wil aanpakken interessant? Dus dat zijn de criteria waar het op beoordeeld wordt. En hoeveel tijd er dan is, dat stel je voor. Je zegt, ik denk dat het ongeveer zoveel is. En dan zijn er misschien ook wel referees die zeggen van, maar dat is onzin. Het gaat wel 10 keer zoveel tijd kosten. Ja, je zegt, we hebben nog een jaar om dat om weer tijd te krijgen. Wanneer weet je of het gaat lukken? De nieuwe deadline voor aanvragen is in juni komend jaar. En dan 3 maanden later krijgen we een telefoontje van, kom maar rekenen. Ja. Of niet natuurlijk. Ja. Hey, maar je hebt van deze computer heb je al gebruik van de vermogen maken? Van die Titan? Met een recordpoging. Eerder zei je al van, eigenlijk in eerste instantie wilde ik niet heel erg naar mee naar buiten. Want als het niet lukt. Maar het bleek toch, hè, toen je met andere mensen sprak. Want ik las een heel leuk verhaal over in de Volkskrant. Is het verhaal erachter ook interessant. Kun je iets vertellen over die complexiteit van zo'n verzameling computers? Ja, dat is ontzettend complex. En in het krantartikel hebben we het gehad over een vergelijk. Heb ik een vergelijk gemaakt met
Dat je moet voorstellen dat je leert fietsen op een driewielertje. En dan zet iemand je in een racewagen, een Ferrari racewagen of zo. Hè? En dan zegt hij van, ja, maar je hebt toch leren fietsen. Dan kan je toch ook wel eens een racewagen rijden. Maar dat is dus ongeveer het schaalverschil waar je aan moet denken. De machine is een miljoen keer sneller dan een normale PC. De codes die je daarvoor moet schrijven, de code op een gewone PC schrijven kan al heel ingewikkeld zijn, maar om dat dan ook nog eens helemaal parallel te doen, dus je moet alles moet zoveel mogelijk proberen alles tegelijkertijd uit te rekenen, want al die computers die staan allemaal niks te doen als jij ze geen opdracht geeft. Ja. Dus je moet ze allemaal een opdrachtje geven en dat moet je heel efficiënt doen, want de tijd dat jij ze opdrachten geeft, die telt ook mee. Dus, en al die tijd dat je aan het wachten bent. De klok loopt door, de elektriciteitsrekening loopt door. Je rekening überhaupt voor het gebruik van de machine loopt door. Dus je moet ze heel efficiënt aangeven wie wat moet doen. En dan moet je zorgen dat ze zo hard mogelijk aan het rekenen zijn. En dan moeten ze al die data weer terugsturen naar jou. Want jij wilt natuurlijk uiteindelijk weten wat eruit komt. Ja. Maar de tijd dat ze weer aan het babbelen zijn, is verloren tijd eigenlijk. Dus je moet heel goed opletten wie je wat laat doen, wanneer, in welke volgorde. Hoe zorg je ervoor dat de rekenkernen aan het rekenen zijn terwijl ze aan het communiceren zijn bijvoorbeeld. Dus je moet het allemaal aan elkaar lageren, zeg maar. En dat is ingewikkeld. Ja. Hey, in hoeverre, we hebben tegenwoordig, heeft mijn mobieltje, heb ik wel eens geleerd, zeg maar, de rekenkracht van vroeger bij Jurassic, wat ze bij waarmee ze bij Jurassic Park de dinosaurussen lieten rennen. Hè. We kennen allemaal natuurlijk die Moore's Law, dat allemaal steeds sneller gaat. Gaan die ontwikkelingen nog steeds? Ja, het is waanzinnig. En het is ook zo waanzinnig dat het is bijna niet voor te stellen wat voor revolutie dit is. 20 jaar geleden, of ja, ja, laten we zeggen 20 jaar geleden. Wat nu een supercomputer was 20 jaar geleden. Wat 20 jaar geleden een supercomputer is nu. Dat ga je niet eens meer berekenen. Dat is niet eens de moeite waard meer. En het gaat maar door. Dus al die computerkracht, terwijl wij nog steeds, heel veel wetenschappers zitten nog steeds in de stramien van, ja, maar daar hebben we niet de rekentijd voor, dat kunnen we niet allemaal uitrekenen. Dat kan je wel uitrekenen. Computers zijn snel, je hebt die grafische kaarten, die spelletjeskaarten die een computer 100 keer sneller maken. Iedere middelbare school heeft 10 van dat soort pc's staan. Koppel de hele zooi aan elkaar en reken je helemaal suf. Ja. Dat kan allemaal. Alles staat op internet. Computers zijn snel, het is een mekka voor de computationeel astrofysicus. Ja, ja. Ja, want je maakt die hele ontwikkeling mee. Dus jij kan eigenlijk niet wachten tot je weer 10 jaar verder bent. Iedere dag is meegenomen met computing. Ja. Ja, dat is de supercomputers die gaan ongeveer, nou zoals ik al zei, 3 jaar mee. En er is iedere half jaar een strijd wie heeft nou de snelste computer, zeg maar. Dus ieder jaar komt er ongeveer een nieuwe generatie supercomputers bij. En met pc's loopt het een beetje stiller, loopt het een beetje langzamer. Maar die grafische kaart was natuurlijk een fantastische revolutie. Ja. En er komen steeds weer nieuwe dingen aan. Ja. Hey, met het verzoek wat je nu hebt lopen om die Titan te mogen gebruiken. Wat is daar specifiek aan dat stukje onderzoek wat je wil doen? Wat we daar willen doen is, we willen eigenlijk een kaart maken van de Melkweg. Van eigenlijk de hele Melkweg, dus het zijn 100 miljard sterren. En voor het eerst kunnen we dat doen, denken we. Maar anderen moeten ons geloven dat wij het kunnen. Ja. En dat het interessant is. Dus we willen de beweging van alle sterren uitrekenen. En dat willen we vergelijken met resultaten van de Gaia-satelliet. Gaia wordt op 19 december gelanceerd. En dat is een satelliet die de positie van een miljard sterren in de Melkweg heel nauwkeurig gaat bepalen. En niet alleen de positie, maar ook de snelheid. Dus plotseling hebben we de, zoals wij het noemen, de zesdimensionale faseruimte informatie over de Melkweg. Om het heel technisch te zeggen. Maar geheid dat we niet gaan begrijpen wat we zien. Want er gaat zoveel informatie komen, een miljard sterren, waar je de posities en de snelheden van kent. Dus je wil voorbereid zijn. En één manier om je voor te bereiden is door nu al berekeningen te doen. Zodat als straks over 2 jaar, hè, dat wordt december gelanceerd, maar over 2 jaar komt de eerste data echt binnen. Dan wil je natuurlijk meteen klaarstaan. En dan wil je zeggen, ja, maar ik begrijp dit. Ik zie dat die satelliet dit gezien heeft. Maar dat betekent dat, want dat zit ook in onze berekeningen. Ja. Dus daar bereiden we eigenlijk op voor. Ja, en toevallig was iemand anders zei al, vraag hem naar Gaia. En, Gaia is heel belangrijk. En dat gaat dus gebeuren, hè? Ja. Ja, hey, dat onvoorstelbare grootte, want elke keer als jij bent hier dagelijks mee bezig, voor jou is dit gesneden koek, maar elke keer als je de aantallen die je noemt, de groottes die je noemt, onbegrijpelijk veel en groot en groots.
dat zegt mij alleen maar dat jou, dat die modellen moeten ook ongelooflijk complex zijn. Al die dingen die met elkaar samenhangen. Hoe ziet jouw team eruit? Ja, het is ontzettend complex. En dat kan je natuurlijk absoluut niet alleen doen. Het is een hele goede vraag dat je dat stelt. Want het is niet een eenmans toko. Het is een heel team van bachelorstudenten, masterstudenten, promovendi, postdocs. En mensen in het buitenland met wie je samenwerkt. Of op je eigen universiteit of in het Nederland. En het aantal bachelor- en masterstudenten is niet zo heel groot. Hè. Dat is een stuk of zes zijn dat er. Dan is er een tiental promovendi en een vijftal postdocs. Dus het hele team bestaat uit ongeveer 15 personen, inclusief mezelf, waar we hierover nadenken. En we proberen met z'n allen dit soort te doen. Sommige mensen die schrijven stukken van de codes. Andere mensen die bedenken hoe ze begincondities kunnen maken. Dus de computerberekening moet beginnen. Dus je moet posities en snelheden van sterren hebben. En dan kan de natuurkunde kan ze verder duwen. Anderen werken aan ontwikkeling van andere stukken software. Proberen te optimaliseren. Ja. En je hebt natuurlijk tegelijkertijd ik kan niet alles. Dus ik kan ook niet alles leren aan mijn promovendi of aan mijn postdocs. Dus dan werk ik met mensen samen in het buitenland die veel meer verstand hebben van bepaalde aspecten van het probleem. En dan hebben we overleg mee. Dus ik reis veel naar Amerika, Japan, waar die mensen zitten. Of zij komen vaak hier. Eigenlijk allebei. Ja. En dan praat je erover. Hey, als er één ding is wat jij nog wil bereiken met je werk, wat is dat? Nou, ik vind dat het modelleren van de melkweg en het simuleren van Gaia vind ik heel boeiend. En het is natuurlijk... Eigenlijk is het ook een beetje geheim wat je natuurlijk allemaal nog zou willen bereiken. Maar wat mij wel heel erg leuk lijkt is om uit te kunnen rekenen niet waar alle sterren in de melkweg zijn, maar waar alle planeten in de melkweg zijn. Dus iedere ster, denken we nu, heeft een aantal planeten of ander spul eromheen. Hè, rotsblokken, kometen, noem maar op. En als die sterren dicht bij elkaar komen, dan worden die kometen en die planeten die worden weggeknikkerd eigenlijk. Hè, dat zijn hele kleine balletjes voor een ster. Dus een ster kan daar een hele harde duw aan geven. En die planeten die gaan zich dus ook verspreiden over de melkweg. Dus ik denk dat de melkweg is niet een verzameling van een 100 miljard sterren. Maar het is eigenlijk een verzameling van een 100 miljard maal 10 planeten. En een 100 miljard maal een miljoen planetoïden. Ja. Dus die zijn allemaal verdeeld over de melkweg. Waar zijn die dingen allemaal? Die zijn nog nooit gezien. Of sommige niet en andere weer wel. Hey, de wetenschap moet zich meer dan ooit verantwoorden. Als jij moet uitleggen waarom het belangrijk is wat je doet, wat zeg je dan? Ja, dat is voor een sterrenkundige niet een hele moeilijke vraag, denk ik. Die vraag wordt ons vaak gesteld. Het belang van sterrenkunde is vooral academisch en nieuwsgierigheid. En we zitten in een wereld waar er zijn twee lagen waar we heel weinig van begrijpen. Dat is denk ik... hoe de mens ontstaan is en wat nou precies de mens is. Wat is intelligentie? En de andere vraag is, hoe zit dit universum in elkaar? Nou, je zou nog een derde vraag kunnen stellen. Hoe zitten de microscopische, de atomaire wereld er in elkaar? Maar dat heeft vast allemaal met elkaar te maken. Dit is makkelijk uit te leggen, eigenlijk. Hè? Hier is geld voor nodig. En hier is onderzoek voor nodig. Heel veel onderzoek voor nodig. En het maatschappelijk nut, dat is heel moeilijk te bewijzen. Er zijn veel spin-off geweest vanuit de sterrenkunde naar de maatschappij. Maar meestal duurt dat vrij lang. Dus die overstap, als wij iets bedenken, en voordat dat ook in de praktijk gebruikt gaat worden, kan wel eens 20, kan wel eens 100 jaar overheen gaan natuurlijk. Ja. Maar de grote vraag, de nieuwsgierigheid die ieder mens heeft, het kijken naar de hemel, het kijken naar de maan, van god, wat is dat voor rare steen die er hangt? Waarom hangt die daar eigenlijk? Waarom zitten er allemaal putjes op de maan? Dat soort simpele vragen alleen al. Waarom is het dag en nacht? Waarom hebben we seizoenen? Hoe zijn de ijstijden ontstaan? Heeft dat te maken misschien met onze beweging van de zon in de melkweg? Waar is de aarde geboren? Is de aarde geboren om de zon? Allemaal vragen waarvan ik denk de meeste mensen wel denken van... ja, dat zou leuk zijn om dat eens echt goed antwoord op te krijgen. Ja, dat is het mooie. Iedereen kijkt omhoog en stelt zichzelf vragen. Ja. Ja. Hey, even kijken, ik weet niet of we alles hadden laten zien wat we klaar hadden staan. Jij hebt alles laten zien? Nou, mooi. Ja, dan wil ik je ontzettend bedanken. Prachtig verhaal, boeiende materie. En ik hoop dat met Gaia en de rekencomputer gaat lukken. Ik hoop het ook. Dankjewel.